Altavista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, ja, hoe vet was dat zeg. Allereerst trouwens, vrolijk Pasen. Maar hoe vet was dat afgelopen video? We hebben natuurlijk de eerste giveaway gedaan. En we hebben zo ontzettend veel antwoorden gekregen, leuke reacties gekregen. Heel erg tof. Nou, ik wil ik wel eventjes bijzeggen. Nogmaals, je had jou eigenlijk moeten abonneren, de video moeten liken en het goede antwoord moeten geven. Dus als je niet geabonneerd hebt of niet geliked, helaas, ja, dan ben je uitgesloten van deelname. Ik moet helemaal helaas heel erg streng zijn, omdat natuurlijk heel veel mensen dat wel gedaan hebben. Dus vandaar. Maar goed, we hebben natuurlijk heel erg veel mensen hebben allemaal het goede antwoord gegeven. Dat was heel erg gaaf. Er waren mensen die het antwoord niet goed hadden. Er waren mensen die veel minder spookjes stelden. Er waren heel veel mensen die veel meer spookjes stelden. Ja, ook heel apart. Het antwoord van de meeste, of het goede aantal spookjes van de vorige video was 5. Ja, 5 spookjes heb je moeten tellen. Niet minder, niet meer. Wellicht inderdaad heb je het spookje niet meer geteld die ik als voorbeeld had gegeven. Ik had u aangegeven, dit was nummer 1. En daarna waren er nog 4. In totaal 5 spookjes heb je kunnen tellen. Heel erg tof. Goed, wie heeft er gewonnen? Nou, aan het einde van de video gaan we de winnaar bekendmaken. Heel erg tof. Dat hebben we zo eerlijk mogelijk gedaan. Jullie moeten echt waar van mij aannemen dat ik het echt heel eerlijk lood. Maar goed, ik kan het niet live in de video doen, dat we al video's vooraf opnemen. In verband met vakantie, dat ik keer uitval, et cetera. Dus, en ik wil natuurlijk frequent elke video blijven maken. Dus vandaar dat ik niet altijd live de winnaar bekend kan maken. Maar ik heb het echt waar heel erg eerlijk gedaan. Dat moet je echt van mij aannemen. Heel erg tof. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we weer een giveaway doen. Ja, de tweede giveaway. Hoe vet is dat? Nou, het is vandaag dus Pasen. Maar we gaan vandaag geen spookjes gaan zoeken. Maar we gaan vandaag paaseieren zoeken. Ja, natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Vorige keer hebben we spookjes voor gezocht. En deze keer gaan we paaseieren zoeken. Ja, heel erg tof. Waar kun je ze vinden? Nou, in heel de video. Ze zitten overal verstopt. Ze kunnen hier tussen de pops ergens zitten. Ze kunnen ergens in de pops direct laten zien. Over kunnen ze vandaan. Misschien zitten ze iedere keer wel in een shirtje. Geen idee, maar gaan ze allemaal weer tellen. Ja, we gaan toch vandaag weer een zoekvideo doen. Dus in heel de video zitten dus paaseieren verstopt. Dus ga die zoeken. En eigenlijk weer hetzelfde als vorige keer. Hè? Abonneer je eigen. Doe de video liken. En geef het goede antwoord in de comments. Ja, eigenlijk heel erg simpel. Dus dat was het. Goed, wat gaan we vandaag doen? Vandaag is het natuurlijk Pasen. Vandaag gaan we een hele gave top 5 doen. We hebben natuurlijk met Pasen al vaker top 5 gedaan. Top 5 met vogelpops, paaspops hebben we gehad. Maar we zitten natuurlijk in die kleuren. Hè? En natuurlijk de kleur van Pasen is geel. Dus vandaag gaan we geel aanpakken. Heel erg gaaf. Ja, hoeveel pops bestaan er allemaal? Nou, er zijn echt heel veel gele Funkopops. Hier zie je bijvoorbeeld alvast alle Funkopops. Ja, tenminste alle Funkopops. Een hele grote selectie van gele Funkopops. Hoe vet is dat? Ja, goed. En de pops inderdaad, die ik erbij heb gevonden, ook heel erg gaaf. Er zijn er heel erg veel. Ik heb gekeken in mijn collectie. En nou heb ik er nog heel veel. Waar ik nou zit te denken, inderdaad, van oh, die had er ook wel in kunnen zitten. Voor Simba, is natuurlijk ook een gele pop. Terwijl dat er wel de vraag is, is het nou geel of oranje? Sommige zaten er net een beetje tussenin. Dus ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Ik laat tenminste 5 pops zien uit mijn collectie, die het zeker gehaald hebben. Misschien zelfs 6, eentje zit te twijfelen om. Dus, maar ik ga ze allemaal laten zien. Hoe vet is dat? De allereerste gele Funkopop is deze. En dan kan ik jullie meteen bij zeggen. Dit is een van mijn favoriete pops. Het is een Moby mascot van James en Silent Bob Strike Back. De 2021 Summer Convention Limited Edition. Kijk eens aan hoe vet is dit. Ik vind deze pop ontzettend gaaf. Kijk eens de achterkant met James en Silent Bob. Heel erg toffe Funkopop is dat. En kan je alvast vertellen, binnenkort heb ik nog iets heel gaafs. Ik heb nog 2 gave Funko's van James en Silent Bob. Die komen eraan. Die ga ik over een tijdje laten zien. Echt heel erg gaaf. Die zien er zo ontzettend vet uit. Maar ik ben al blij met deze Moobies mascot. Voor de rest heb ik alleen Kevin Smith heb ik. Maar ik zou heel graag James en Silent Bob willen hebben. Misschien zelfs uit de reboot film. Daar zijn ook al pops van uitgekomen. Maar deze is echt heel erg gaaf. Nummer 137. Moobies mascot en inderdaad, geel. Ja, echt een gele mascotte. Dus dat is nummer 1 die de top 5 heeft gehaald. Dan, welk karakter kennen jullie? Tekenfilm karakter, geel tekenfilm karakter. Kan er maar eentje zijn. Het is natuurlijk niet meer minder dan SpongeBob. Ja, SpongeBob. Die hebben erbij gezorgd. 453 is dit. Dit is SpongeBob, de Squarepants. Maar dan de kersteditie met zijn cadeautje in zijn handen. Kijk aan, dat is deze. 453, een set van 2. Ja, veel geeler ga je het niet krijgen nog. Hij ziet zo geel als een kaassoufflé. Ja, ja, SpongeBob. Squarepants. Zeker te weten. Nou goed, dat was de tweede geel pop. En dan ga je zitten te denken, hè. Welke pops heb je nog meer? En dan zit je te denken, er is een hele reeks Funko Pops. Allemaal geel. Ja, een hele gele familie.
Wie anders dan de Simpsons? Ja, daar heb ik natuurlijk heel erg veel Funko Pops van. En ik heb er gewoon eentje uitgekozen. Ik vond deze zelf wel heel erg gaaf. En het is ook de pop met de meeste waarde. Het is namelijk Comic Book Guy, de 2020 Fall Convention Limited Edition 832. En deze gaaf. Kijk aan met een hoesje waar hij zijn comic in duwt. Heel erg tof. En op deze set hebben we meerdere pops. We hebben Radioactive Man. Lisa hebben we. Bartman hebben we. Dat was het volgens mij wel. En deze exclusive. Kijk aan, dit is de set. Ja, en dit is natuurlijk een gele Funko Pop. Ja, de gele karakters van de Simpsons. Heel erg tof. Een set van 7 is dit. Echt heel gaaf. Ja, heel erg gave pop. Ja, af en toe moet ik echt eventjes... dan pak ik de pop erbij en denk van... Oh, die heb ik al lang niet in mijn handen gehad. Ik heb natuurlijk heel veel Funko Pops. Ze staan echt overal. Hier staan ze 2 rijen dik. Aan de zijkanten. En achter jullie zien jullie niet. Nogmaals, over een tijdje gaan we een full collection video doen. Dat gaat heel tof worden. Dan gaan we heel de collectie filmen. Af en toe doe ik alvast wat previews op TikTok geven. Dus ja, mocht je het leuk vinden, kun je daar ook even kijken. Maar natuurlijk, YouTube, daar blijven we de tofste inhoud maken. Dus en af en toe doen we wat previews op TikTok. Goed, dat even ter info. Dan gaan we over naar de volgende. Ja, dit is een hele grote pop. En het leuke is, deze heb ik ook een keer laten zien. Ook met Pasen. Ja, het is een pop die ik gekocht heb tijdens Comic-Con vorig jaar. Of zelfs het jaar daarvoor. Ik zit even te denken. Is dat... Nee, dat is volgens mij daarvoor geweest. Ja, het is niet minder dan Big Bird nummertje 10. Kijk aan van Sesamstraat. Ja goed, veel geeler kan hier natuurlijk. Ja, Bert is natuurlijk ook geel. Heb ik helaas geen Funko Pop van. Maar Big Bird, de 6 inch pop. Heel erg gaaf. Dit is de complete set. Nummertje 10 van Sesamstraat. Heel erg toffe pop. Ja, deze hoort er zeker bij. Echt waar. Heel erg gaaf. Goed, we hebben dus 1, 2, 3, 4 pops gehad. En dan zat ik te denken, ik moet pop nummer 5. Ja, hier zat ik een beetje over te twijfelen. Tenminste, twijfelen. Dat is natuurlijk echt nog één pop waarvan je zegt, van, nou, die hoort er sowieso tussen. Maar ik dacht, eerst dacht ik aan Winnie de Pooh. Dat is deze. Dat is die Primark die ik heb gekocht. Ik heb natuurlijk ook de glitteren editie. Maar die is meer goudkleurig. Maar ik zat te denken, is het nou geel of is het nou oranje? Twijfel veel te veel. Dus inderdaad heb ik deze toch eventjes aan de kant gezet. En ik heb gekozen voor een andere pop waarvan ik zeker weet dit is geel. Ja, wie anders dan? Gotta catch 'em all! Het is inderdaad Pikachu van Pokémon. Kijk aan deze pop. Ja goed, deze is echt heel erg geel. Veel geeler kan niet. Lijkt me toch. Kijk aan. Een set van, ja, 1. Goed, er zijn natuurlijk heel veel pops uitgekomen. Maar die hebben niet de complete set achterop staan. Zoals deze. Heel erg gaaf. Maar Pikachu, een gele Funko Pop. Goed, dat was hetgene wat ik dus gevonden heb in mijn collectie. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie in de collectie hebben. Ik zit trouwens ook te kijken. Ik heb namelijk ook een tafel voor me staan. En in die tafel zitten ook pops. En ik moet zeggen, hier zitten pops tussen die ik nog niet heb meegenomen. Waar ik een beetje overheen heb gekeken. Zo zie ik hier bijvoorbeeld. En dat is wel leuk om te zien. Hoewel dit meer bruin is. Waar van bovenin ligt die geel. Het is nou Norbert. Kijk aan. Maar die is toch echt wel bruin. Nee, dat is geen gele pop. We zetten hem gauw terug. Want wellicht gaan we die nog een keertje zien in een volgende video. Misschien gaan we nog wel bruine pops doen. Ja, een beetje apart wat voor dag dat zou moeten zijn. Bruine donderdag? Ik heb geen idee. Goed, we gaan alle kleuren van de regenboog gaan aan. Hè. We hebben oranje al gehad, we hebben blauw gehad, we hebben rood gehad, groen gehad. En nu gaan we lekker met geel verder. En er komen nog veel meer kleuren aan. Ik heb ook wel hele leuke ideeën voor gave video's. En vandaag was Pasen, de dag daar goed. Gaan we vandaag de kleur geel aandoen. Ja, geel, de kleur van Pasen. Dus... heel erg tof. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal gaan doen. Gaan jullie nog paaseieren zoeken? Ja, laat het eventjes weten. Ik ben heel erg benieuwd. Wij sowieso wel. Gaat echt heel erg tof worden. Ja, kinderen lekker paaseieren zoeken. En daarna stoppen ze gewoon weer. We maken een heel dagje van. Heel erg tof. Dus zijn voor de rest gaan we lekker grillen, lekker eten, lekker drinken. Hartstikke tof. Gaat heel gezellig worden. Ja goed, nogmaals. Hè, hebben jullie al die paaseieren gezien? Hebben jullie al paaseieren gevonden in de video? Ja, ik kan je even bij zeggen, het is lastig hoor. Echt waar. Maar jullie hebben wat voor mij voorbij zien komen, wat dingen voorbij zien komen. Kijk de video, check hem echt goed. En echt waar, je kunt alleen maar meedoen als je echt het goede antwoord invult. Ja, en kijk nou niet inderdaad naar anderen zeggen. Hè, en dat je zegt van, oh ja, er wordt heel veel, wordt bijvoorbeeld een nummer gezegd. Dat zal het wel zijn. Nee, die kunnen het allemaal zomaar fout hebben. En zo kun je ja, met een paar mensen juist het goede antwoord hebben. Dus ze zijn echt heel moeilijk. Ik zit nou te denken trouwens, sorry. Ik onderbreek deze zin. Ik ben een pop vergeten. Ik kijk er nou naar. Goed, de Minions natuurlijk. Ja, de Minions. Ja, Minions ben ik even vergeten. Heeft de top 5 niet gehaald. Schandalig. Maar moet ik eerlijk bekend, ik vind de pops van de Minions, ik vind ze er niet zo heel mooi uitzien. Ja, ik heb er wel enkele. Die heb ik ook voornamelijk vanuit Mystery Boxen. Maar ik vind de pops... Nou, het is niet mijn ding. Dus, maar ik heb er wel veel. Ik zit er nou te kijken. Die had zeker eigenlijk wel in de top 5 kunnen komen. Zeker in plaats van Winnie de Pooh. Maar goed, die hebben we er even niet bij staan. Maar goed, dat wilde ik eventjes nog melden. Goed, dus ga inderdaad dus al die eieren zoeken. En zet het antwoord in de comment. En vergeet inderdaad nogmaals te abonneren, te liken
en het juiste antwoord in de comment zetten. Heel erg tof. Goed. En dan is het nu tijd om die winnaar bekend te maken van de vorige video. Ja, het antwoord van de vorige video was natuurlijk 5. Ja, en zoals ik al zei inderdaad, gaan we dat heel eerlijk doen. Hè, deze video is net al iets eerder opgenomen als dat we het antwoord geven. Ja, dat is een beetje lastig te begrijpen. Maar ik laat het toch eventjes zien direct. Degene inderdaad die gewonnen heeft is... nogmaals, als je niet gewonnen hebt... niet getreurd. We gaan nog 39 giveaways doen. Totaal 41.000 euro weggeven. Dus echt waar. Je maakt nog zo ontzettend veel kans. Maar goed. Degene die gewonnen heeft is... Tromgeroffel. Pam! Ja, als het goed is zien jullie hem dus hier. Degene die gewonnen heeft. Hè, de comment die degene geplaatst heeft. Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd. En nogmaals, je kunt gewoon nog een keer meedoen. Hè. Iedereen kan nog een keer meedoen. Je kunt misschien meerdere keren winnen. Maar hartelijk gefeliciteerd. Vraag eventjes om even een mailtje te sturen naar... altivista@gmail.com, zodat we even de gegevens kunnen uitwisselen en dan ontvang jij die gave giftcard te waarde van 25 euro. Ja, 25 euro kun je winnen. Ook deze keer dus weer met de paaseierenhunt. En nogmaals, deze giveaway is mede mogelijk gemaakt door Tiny Titan. Heel erg gaaf. Daar doen we deze actie mee. Dus heel erg tof. Nogmaals, Tiny Titan, dankjewel voor die gave giveaway, voor die giftcard die we weg kunnen geven aan alle trouwe kijkers van Altivista. Hoe tof is dat? Goed, ja, nogmaals, die eieren, ze kunnen direct nog voorbij komen. Hè? Helemaal tot het einde van de video kun je ze voorbij komen. We lopen wel naar het eind toe, maar je kunt ze overal nog zien. Dus ga ze tellen, zet het in de comment, heel tof. Ja, ik ben heel erg benieuwd, welke gele Funko Pops hebben jullie in de collectie? Laat het ook even in de comment weten. Ik ben heel erg benieuwd welke pops jullie hebben. En misschien welke pops ik vergeten ben. Hè? Ik zit altijd te denken, ik heb de Minions, hebben jullie zo gehad. Ja, je hebt ook pops zoals Alice in Wonderland, Gingerbread Aquaman. Die hebben ook allemaal wel geel kapsels. Naruto natuurlijk heeft geel kapsels. Maar ja, zijn die pops helemaal geel? Simba is geel. Ik kijk natuurlijk maar één rij. Ik kan helaas niet de tweede rij zien, want die staan erachter. Maar goed, misschien zien jullie pops achter mij. Waarvan je kijkt, Peter Pass, die heeft ook een geel kapsel. Hebben we het een keer in de carnavalsvideo laten zien. Wolverine is natuurlijk ook geel, maar niet helemaal, want die heeft een geel pak aan. Goed, laat even weten welke jullie vinden toch in de top 5 had moeten komen. Heel erg tof. En dan zou ik zeggen allemaal heel veel succes met de nieuwe giveaway. Gefeliciteerd degene die vorige giveaway heeft gewonnen. En dan wens ik jullie allemaal een heel vrolijk Pasen. Maak er een hele mooie dag van. Eerste Pasen of tweede Pasendag. En in de volgende video gaan we natuurlijk weer de uitslag bekendmaken van deze giveaway. En dan doen we nog een giveaway. Ja, gaan we gewoon nog een giveaway doen. Hoe vet is dat? Gaat heel tof voor. En we gaan nog wat dingen doen met Moon Collectibles. Heb ik beloofd. Gaan we een tweeluik doen. Heel erg gaaf. En Duo Commerce gaan we ook niet heel gaaf doen. Want die heeft ook niet heel gaaf opgestuurd. Dus dat gaat allemaal aankomen. En nog heel veel mystery boxen. Tour de Duitsland zijn we mee begonnen. Dus daar gaan we ook lekker mee verder. We hebben heel veel plaatsen waar we daar zijn af geweest. En in België gaan we nog eens doen. Etcetera, etcetera. Heel tof voor. Nogmaals, houd het kanaal in de gaten. Abonneer je. Druk op dat belletje. Als je op het belletje drukt, krijg je een melding als die nieuwe video online staat. En je ziet inderdaad, vandaag krijg je dus weer die giveaway. Dus dat is heel tof als je die melding krijgt. Want dan kun je dus als eerste meedoen. En een duimpje omhoog geven. Dat zou ik ook heel tof voor. Vinden. Ja, dat moet je ook doen. Moet een duimpje omhoog doen. Abonneren en natuurlijk commenten om mee te doen met de giveaway. En nogmaals, doe dat echt. Hè? Doe dat echt. Want we moeten het echt eventjes controleren. Want we gaan het daar winnaar bekendmaken. En dan controleer ik even of het allemaal gebeurd is. En dan maak je kans. Heel erg tof. Ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Groetjes. Doei.